Methyl sulfoniel methaan, oftewel MSM. MSM is een organisch gebonden zwavel dat deel uitmaakt van ons menselijk lichaam. Het wordt van nature aangetroffen in vers fruit en verse groenten, maar niet in grote hoeveelheden. En veel gaat ook nog eens verloren bij het kookproces. Naarmate de leeftijd stijgt, gaat de hoeveelheid MSM en zwavel in het lichaam achteruit. Zwavel behoort met calcium, magnesium, kalium, natrium en fosfor tot de macromineralen die het lichaam dagelijks nodig heeft. Het is een van de meest onderschatte mineralen. Zo bestaat er nog steeds geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor zwavel. Zwavel is essentieel voor een groot aantal lichaamsfuncties. Bij een tekort zal er verstijving van spieren plaatsvinden. Zul je meer rimpels krijgen? En zal er afname zijn van de elasticiteit van longweefsel, hart en bloedvaten. Zwavel is essentieel bij vele ontgiftigingsprocessen in het lichaam. MSM wordt gebruikt bij chronische pijn, osteoartritis, gewrichtsontsteking, reuma, osteoporose, slijmbeursontsteking, peesontsteking, loopneus, constipatie, zweren, PMS. Stemmingswisselingen, obesitas, problemen met bloedcirculatie, hoge bloeddruk en het kan ook ingezet worden bij diabetes type 2. Het helpt ook bij snurken, Alzheimer, longproblemen, kanker, chronische vermoeidheid en auto-immuunziekten. Maar het werkt ook goed bij oogontstekingen, beenkramp, gewrichtontsteking, bindweefselproblemen, migraine, hoofdpijn, een kater, parasitaire infecties van darm- en urinekanaal, insectenbeten, stralingsvergiftiging. En het geeft ook nog eens je afweersysteem een boost. DMSO wordt ook aangemaakt in het lichaam, waarvan 15% wordt omgezet in MSM. Een ander deel wordt omgezet in DMS, welke een onaangename lichaamsgeur veroorzaakt. DMSO is anti-ontstekend en wordt vaatverwijdend. MSM wordt niet omgezet in DMS en veroorzaakt geen DMS. Onaangename lichaamsgeur. MSM verzorgt de huid. Het bevordert de kwaliteit van huiden, van huid en weefsels. Het heeft een anti-aging ingrediënt. Het verzacht een rode huid. Het bevordert de aanmaak van elastine en collageen. Het helpt bij een geïrriteerde huid. eczeem. Rosacea en psoriasis. Een MSM-gel of crème kan ook goed als vochtinbrengende crème worden gebruikt. MSM bestaat ook in capsules. MSM is goed voor sporters om spierschade te voorkomen. MSM wordt ook ingezet bij astma, carpaal tunnelsyndroom, fibromyalgie. Hernia, hooikoorts en ontgiften. Zilver wordt in de homeopathie ingezet bij huidaandoeningen. Innerlijke kracht en harmonie om leverontgifting te stimuleren en bij chronisch zieke mensen